phishing is een vorm van fraude waarbij mensen via e-mail, via het internet worden verleid om vertrouwelijke gegevens naar criminelen te sturen. Phishing bestaat eigenlijk al heel lang. In het verleden gebeurde phishing via brieven, fax, telefoon. En met de komst van het web en het internet is e-mail daar als vorm van phishing aan toegevoegd. En dat is waar we nu het meest mee te maken hebben, omdat het zo makkelijk is om een e-mailtje te versturen. Zo'n e-mail lijkt afkomstig te zijn van een vertrouwde of bekende organisatie, bijvoorbeeld van een bank. De Betaalvereniging Nederland die interesseert zich vooral in phishingmails die uit naam van een bank worden opgestuurd. En waarin mensen worden gevraagd om toegangscodes voor internetbankieren op te sturen of bijvoorbeeld zelfs je betaalpasje op te sturen. Ik kreeg dus een e-mail van de Rabobank waarin stond dat de nieuwe scanner aan zat te komen. Dat wist ik, want dat had ik al gehoord. En daarin in de mail werd dus gevraagd om mijn bankrekeningnummer en mijn gegevens in te vullen, zodat er later telefonisch contact opgenomen zou worden. En dat heb ik gedaan. Ja, ik had een beetje hoop nare berichten gehad die dag. Dus eigenlijk zat ik er niet meer mogelijk bij. Want normaal gooi ik altijd dat soort mails weg. Ik ga eigenlijk nooit op dat soort dingen in. En inderdaad, om een uur of zeven belde een mevrouw Marieke Soet van de Rabobank. Van nou mevrouw, ik bel om de Rabobank scanner te activeren. Hallo, met Ria. Zij vroeg mij dus om mijn bankpas in de random reader te stoppen. Niet mijn pincodes te geven, waarop ik antwoordde nee, natuurlijk doe ik dat niet. En toen moest ik de random reader in doen en toen kwam er wat cijfers tevoorschijn, wat natuurlijk eigenlijk het inloggen is, waar ik dus helemaal niet bij stil heb gestaan. En dat heb ik aan haar doorgegeven. Mevrouw, uw scanner wordt nu geactiveerd. En nog één momentje hoor en dit en dat. Toen zij zo bezig was, toen ging ik eigenlijk bedenken van goh, is dit eigenlijk wel normaal? En dit klopt eigenlijk niet. En toen dacht ik bij mij, ik zat dus achter de computer. En ik had de site van de Rabobank openstaan. En toen dacht ik ga even chatten en ik ga dit vragen. Zo en zo is het geval. Is dit normaal? En toen kreeg ik na een poosje weer een berichtje terug. Nee mevrouw, dit is niet normaal. En als ik u was, zou ik de verbinding verbreken. Nou ja, toen heb ik wel de verbinding verbroken. Maar toen was het al te laat. Toen hadden ze dus heel veel geld van de rekening afgeschreven. Vroeg of laat krijgt iedereen wel een keertje te maken met phishingmail. Iedereen ontvangt wel eens een keer zo'n mail in zijn mailbox. Maar gelukkig is de schade die daar wordt geleden vrij beperkt. In 2014 hebben de banken en hun klanten 3,9 miljoen euro schade geleden. Dat was 2 jaar eerder nog 11,5 miljoen euro. En die schade wordt in de meeste gevallen ook vergoed door de banken aan hun klanten. Ik heb gelijk contact met de Rabobank opgenomen en toen hebben ze de rekening geblokkeerd enzovoort. Maar toen was het leed al geschied. Ja, we hebben het geld gelukkig teruggekregen. Dat was heel fijn. Banken die werken heel veel samen om ervaringen en kennis met elkaar te delen op het gebied van phishing en daarmee ook phishing gezamenlijk te bestrijden. En een van de rollen die ze erin vervullen is bijvoorbeeld het uit de lucht laten halen van phishing websites. Dat zijn valse websites waar mensen geheime gegevens, toegangsgegevens voor internetbankieren bijvoorbeeld achterlaten. Nou, een paar honderd keer per maand laten banken zo'n valse website uit de lucht halen. En daarin werken ze dus heel nauw met elkaar samen. Betaalvereniging Nederland doet vooral heel veel aan voorlichting. Die maken voorlichtingsmateriaal en samen met de banken proberen we het publiek voor te lichten over de risico's en hoe je phishingmails kunt herkennen. En de politie werkt ook nauw samen met de banken. Banken delen gegevens over oplichters met de politie, zodat de politie vervolgens een opsporingswerk kunnen doen. Ik was heel erg kwaad. Ik heb de hele avond zitten, ik snap het niet, dat mij dit kan gebeuren en dit en dat. Nou ja, ik heb ook de hele nacht er niet van geslapen. Ik was echt vreselijk kwaad kwaad op dat mens, kwaad op mezelf.
kwaad op alles. Let er vooral op dat een e-mail waarin gevraagd wordt om vertrouwelijke gegevens, om toegangscodes, dat zijn per definitie phishingmails. Een bank of een serieuze organisatie zal nooit via e-mail vragen om toegangscodes. Zal ook nooit vragen om toegangspasjes of bankpasjes op te sturen. Dat zal een bank nooit doen, dat doet de politie zelfs niet. Dus ook mails van politie of andere overheidsorganisaties die vragen om toegangscodes of bankpasjes. Dat zijn per definitie phishingmails. Nou, verder is het ook zo dat je maar beter niet op hyperlinks kunt klikken in e-mailtjes die iets moois in het vooruitzicht stellen of die dreigementen uiten. Als je iets niet doet, dan wordt je rekening afgesloten. Maar hier kunt u klikken om dat te voorkomen. Dus linkjes in e-mailtjes waar je op moet klikken onder dreigementen of met mooie cadeautjes in het vooruitzicht zijn ook phishingmails. Als je echt veilig wil internetbankieren, ga dan zelf naar de website van je bank voor internetbankieren. Tik zelf het webadres in je browser in. Of gebruik de app van je bank voor je mobieltje of voor je tablet. Wat je tegenwoordig ook veel ziet, is phishingmails die mensen vragen om hun betaalpas op te sturen, zogenaamd om te recyclen en om een nieuwe pas aan te vragen. Doe dat nooit. Een echte bank zal nooit vragen om je pinpas via de post op te sturen.